Kies een van deze 12 Disney-schurken en ga de strijd aan. Wie is de ultieme slechterik? Al deze sets zijn los van elkaar te spelen, of je kan ze combineren. Maar welke set je ook hebt, de regels zijn hetzelfde. Ik ben Semna en hier zie je hoe je Disney Villainous speelt: Kies je schurk. Pak het bijbehorende spelbord en zet je speelfiguur op de meest linkse locatie. Neem een handboek en een overzichtskaart. Staat op de meest rechtse locatie een slotsymbool, dan leg je daar een slotvijetje. Schud je stapel scheurkaarten en leg die gedekt links naast je rijk. Trek de vier bovenste kaarten. Dit zijn je handkaarten die alleen jij mag zien. Schud ook de stapel lotkaarten en leg die gedekt rechts van je rijk. Vul de ketel met krachtviesjes en zet hem in het midden van de tafel. Iedereen leest hardop voor hoe hij of zij kan winnen en wie het boost kijkt, mag beginnen. Daarna zijn kloksgewijs de andere spelers aan de beurt. De startspeler begint zonder krachtviesje. Speler 2 krijgt er één. Speler 3 en 4 krijgen er 2, en speler 5 en 6 krijgen drie krachtviesjes. Dit is een voorbeeld voor twee spelers. Elke schurk speelt met een eigen stapel kaarten in zijn of haar eigen rijk en wint het spel op een unieke manier. Zo zie je op het bord van Prins John dat hij twintig kracht moet verzamelen en in zijn schurkenhandboek wordt uitgelegd hoe je dat precies kan doen met handige tips. Prins John kan aan krachtfiches komen op verschillende locaties in zijn rijk of via kaarten uit zijn unieke schurkendek. De Evil Queen wint door Snow White te verslaan. En om dat te doen moet ze eerst het huisje van de dwergen vrij spelen door vier ingrediënten te brouwen. Als dat is gelukt weet je waar Snow White is en hoef je haar alleen nog maar een appel te geven. Als het je lukt het unieke doel van je schurk als eerste te behalen win je Disney Villainous. Je beurt bestaat uit drie stappen in vaste volgorde. Stap 1. Verplaats je schurk naar een locatie naar keuze waar geen slotviesje ligt. Je mag niet op je huidige locatie blijven staan. Stap 2: Op je nieuwe locatie mag je de acties uitvoeren die je daar ziet. Deze acties mag je allemaal één keer per icoon uitvoeren in een volgorde naar keuze. Wil je een bepaalde actie niet spelen, dan sla je die over. Kracht verwerven: pak dit aantal krachtfiches uit de ketel. Dat zijn er in dit geval dus drie. Speel een kaart. Je mag één kaart uit je hand spelen door krachtfiches te betalen. Sir His kost twee fiches. Die leg je terug in de ketel. Heb je niet genoeg fiches, dan mag je die kaart niet spelen. Sir His is een kaart van het type Ally. Gespeelde allies mag je onder een locatie van je rijk naar keuze aanleggen, maar alleen als er geen slotfiche ligt. Hetzelfde geldt voor kaarten van het type Item. Maar er zijn items, zoals Bow and Arrows, die je alleen mag spelen als je ze kan vastketenen aan een eerder gespeelde kaart. Je betaalt één krachtfiche en legt Bow and Arrows onder een ally in je rijk. Verder heb je effectkaarten, zoals Beautiful, Lovely Texas. Normaal leg je het aantal krachtfiches af dat hier staat aangegeven, maar deze kaart kost nul. Dan voer je direct het effect van de kaart uit. Daarna leg je die kaart op de aflegstapel. En dan zijn er nog condition kaarten, die je alleen mag spelen in de beurt van een tegenstander. Op het moment dat hij of zij voldoet aan wat er op die kaart staat, mag je die kaart direct spelen. Heeft een van je tegenstanders zes of meer krachtviesjes, dan kan je greed spelen en mag je direct drie krachtviesjes pakken. Daarna leg je de kaart af en gaat de beurt van je tegenspeler verder. Activeer. Sommige kaarten in je rijk kan je activeren, zoals Magic Mirror. Voer je deze actie uit, dan activeer je eenmalig de kracht van die kaart. Zo kun je Snow White in je rijk plaatsen door drie krachtfiches te betalen. Het lot. Kies een tegenspeler die je wil aanvallen en draai de bovenste twee kaarten van zijn of haar lotstapel om, zodat iedereen ze kan zien. Is de lotstapel leeg, dan wordt de aflegstapel geschud voor een nieuwe trekstapel. Kies één kaart en leg de andere af. De gekozen kaart wordt nu gespeeld. Speel je een hero, dan leg je die bovenaan op een locatie naar keuze in het rijk van je tegenstander waar geen slotfiche ligt. De hero bedekt nu de bovenste twee acties die niet mogen worden uitgevoerd zolang ze bedekt zijn. Speel je met vijf of zes spelers en ben je als laatste getroffen door een lotkaart, dan pak je het lotfiche. Zolang dit fiche voor je ligt, mag je niet worden aangevallen. Verplaats een ally of item. Je mag een ally of item in je rijk verplaatsen naar een aangrenzend veld zonder slotviche. Vastgeketende items, zoals de bow en arrows, kunnen alleen van locatie veranderen door de kaart te verplaatsen waar ze aan gekoppeld zijn. Verplaats een hero verplaats een hero die jouw rijk belaagt naar een aangrenzende locatie waar geen slotfiche ligt als er items aan die kaart zijn vastgeketend verplaatsen die mee versla een hero versla een hero met één of meer van je allies die zich op dezelfde locatie als de hero bevinden Robin Hood valt Sherwood Forest binnen een locatie die bewaakt wordt door deze allies Robin Hood heeft een sterkte van 5 wat betekent dat je met je allies minstens een sterkte van 5 moet hebben om die lastpak te verslaan? Sir His heeft een kracht van 2, maar omdat de boog aan hem zit vastgeketend, kom je op kracht 3. Niet genoeg. Maar je gooit ook nog de Sheriff of Nottingham in de strijd en hebt zo een totaal van sterkte 6. Robin Hood is verslagen en die kaart gaat naar je lotaflegstapel. Alle allies en items die je hebt ingezet, gaan naar de Schurkaflegstapel. De rhino guards? Die vochten niet mee, dus die kaart blijft gewoon liggen. Kaarten afleggen. Leg zoveel handkaarten af als je wil om van kaarten af te komen waar je nu niks mee kan. Of om sneller de juiste kaarten op hand te krijgen. Je trekt nu nog geen nieuwe kaarten. Unieke acties. Soms heeft een schurk een unieke actie die alleen door hem of haar kan worden uitgevoerd. Als dit bij jou het geval is, kan je in je schurkenhandboek lezen hoe die actie precies werkt. Stap 3. Aan het einde van je beurt vul je je hand aan tot 4 kaarten. Is je trekstapel leeg, dan schud je de aflegstapel en maak je daarmee een nieuwe trekstapel. Er is geen handlimiet, dus heb je 4 of meer kaarten op hand, dan hoef je niks te doen. Hierna is de volgende speler aan de beurt. Weet je met jouw schurk als eerste je duistere doel te behalen? Dan eindigt het spel meteen. En win jij? Veel plezier met Disney Villainous! En wil je weten welke spellen Ravensburger nog meer heeft? Ga dan naar ravensburger.nl. Bedankt voor het kijken en tot snel!